Beste kijker, Sporthal Bellekouter is sinds 2001 de vaste thuisbasis van de Juventus Floorball Club. Floorball is een vrij nieuwe sport die is komen overwaaien uit Scandinavië. Het lijkt een beetje op ijshockey, maar dan zonder ijs en zonder schaatsen en de doelman knielt neer. Als u het echt wil zien, kijkt u dan naar Tournee General. Iedere zaterdagvoormiddag en dinsdagavond tovert de Juventus Floorball Club de Afligemse sporthal Bellekouter om tot een floorbalveld. Juventus heeft deze Scandinavische sport als een van de allereerste clubs geïntroduceerd in België. Toen het floorbal hier geïntroduceerd is, dat is via een regentalo gegaan die daar zijn eindwerk over gemaakt heeft. Daar is een club uit ontstaan nadat hij een sportkamp georganiseerd had. En uit die clubs zijn verschillende clubs ontstaan, waaronder Juventus. En wij bestaan nu sinds 1994. En sinds 2001 spelen we hier in de Bellekouter in Afligem. En hoe lang ben jij al de coach van deze club? Sinds het ontstaan, dus sinds 1994, ben ik de coach. En ondertussen, sinds 2003, hebben we ook een jeugdwerking uit de grond gestampt hier in Afligem. En sinds dit seizoen tellen we 40 aangesloten jeugdspelers. Floorball is ontstaan als tussenseizoensoefening voor ijshockeyspelers in de noordelijke landen. Het wordt gespeeld met enorm licht materiaal, waardoor het een razendsnelle sport wordt. Floorball is een soort indoorhockey dat een twintigtal jaar geleden vanuit Scandinavië naar België is overgekomen waaien. En sindsdien zijn er hier en daar, vooral in de Denderstreek, een aantal clubs ontstaan. Nu zijn er een twintigtal clubs in België op dit ogenblik en ongeveer een 300 aangesloten spelers bij de Belgische federatie. De doelman is de enige speler die beschermende kledij draagt en u ziet zelf waarom. Een doelman die op zijn knieën zit, dat zien we niet zo vaak in sport. Nee, bij floorbal is dat zo. Ja, bij ijshockey staan ze nog een beetje recht, maar bij floorbal is het op de knieën voor een doelman. Sinds 1995 bestaat er een Belgische floorbalfederatie en een nationale competitie. Juventus kroonde zich meteen tot allereerste Belgisch kampioen floorbal. Wij spelen sinds 1995 mee in de Belgische competitie. Dit seizoen, nu zondag spelen we onze laatste speeldag en dit seizoen zijn we dus, waarschijnlijk worden we vierde in de eindstand. En sinds het ontstaan van de competitie zijn we er al tweemaal in geslaagd om de landstitel binnen te halen. Afgelopen weekend was er een oefenkamp voor de nationale ploeg. En daar, op dat oefenkamp waren zeven spelers van Juventus vertegenwoordigd. Dus het is hier wel hoog niveau? Voor het Belgische niveau wel. Internationaal stellen we niet veel voor. Ik denk dat we nog veel te leren hebben van de goede landen zoals Zweden, Finland, Zwitserland enzovoort. De bedoeling om met die nationale ploeg binnen twee jaar aan de kwalificatieronden voor het WK mee te doen en hopelijk ons daarvoor te kunnen plaatsen, maar dat zal een flinke klus worden.